wegmaaien. Hey Wijnie, er is altijd toch wel een beetje strijd tussen ons. Ja, dat is dat hebben we gemerkt. De afgelopen half jaar dat we samen een programma maken. Ik voel toch altijd wel een beetje. Ja, ik voel me toch altijd een beetje de slemiel. Als het dan weer gaat om hele oude muziek, jaren 70, 60 of zelfs 80 jaren. Dan zit je altijd middenin. Dat weet je altijd veel beter. Jij pakt me er dan altijd op. En andersom heb ik ook natuurlijk mijn dingetje met het voetbal. Weet je, waar ik gewoon veel beter in ben. Dus ik dacht, laten we maar eens eventjes gaan kijken wie nou waar precies beter in is. En daarom. Joey. Versus. Ja, de komende weken gaan wij eens even checken wie waar nou precies beter in is. En dat doen we aan de hand van opdrachten. Elke week een envelopje scheur ik open. En er zit een opdracht in. En dan gaan wij eens even kijken wat de opdracht luidt en wie die het beste uitvoert. Dus okay. De opdracht van vandaag. Envelopje. Ik wil dit wel even toelichten voordat jij dat envelopje zo meteen gaat voorlezen. Want jij, ik weet dat we dit gaan doen. Jij zou het uitwerken wat we dan gaan doen. Ja. En vandaag kom je ineens binnen. Ja, we beginnen er vandaag mee. Dus ik heb echt werkelijk waar totaal geen idee. Spanning en sensatie. De opdracht van vandaag. Joey versus Wijnand. Dinsdag 13 september 2011. Beste Joey en Wijnand. De eerste opdracht in deze nieuwe serie van Joey versus Wijnand is een makkie. Blake Shelton zong er al over. The more I drink, the more I drink, the more I drink, the more I drink. Wie kent hem niet? De strijd tussen jullie beiden heeft daar vandaag alles mee te maken. Want wie van jullie kan er het meest drinken? In de altijd gezellige 3FM-keuken wacht jullie een voorraadje Euroshopper Jokie drink. Degene die van jullie het meeste Jokie binnen 1 minuut drinkt, wint de uitdaging van vandaag. Succes, was getekend Bonnie Sinclair. Ach man, man, man. Nou jongen, echt, laat die bel maar klinken, want die ga ik winnen. Oh. Echt, als dit hem is, dan mag je komen. Liter flessen Jokie drink tot kotsen aan toe. Ik zuip er in ieder geval eentje leeg. Binnen 1 minuut. Dus dat gewoon, moet wel lukken. Dus echt gewoon. Mag ik uit de fles drinken ook? Ja, tuurlijk. Oh, oké. Okay. Volgens mij, er staat verder niks bij van reglement. Je mag ook een bekertje doen. Je hebt 1 minuut. Ja, je moet wel echt door dat gaatje gaan, hè? Nee, ik vind het prima. Oké. Okay. Oh, maar hoe gaan we dat doen dan? Gaan we, ik ga eerst 1 minuut drinken en dan. Ja, gaan ik krijg gewoon 1 minuut de tijd en dan. Dan ga ik. 1 minuutje de tijd. Nou, dan ga ik me daarop voorbereiden nu dan. Ja, bereid je daar vast geestelijk op voor. Dan gaan we het zo meteen uitvoeren. Wijnand. Ja! Hey, het moment waar we eigenlijk allemaal op gewacht hebben, hè? Joey versus Wijnand. Eens even kijken wie er nou precies waarin beter is. Joey! Ja, Wijnand. Waar hang je los? In de keuken. Voor de mensen die het gemist hebben, de opdracht is eigenlijk heel duidelijk. Wie drinkt het meeste? Staat Jokie drink voor je klaar, hè, Joe? Ja, er staan hier 4 flessen Jokie drink. Ik weet niet wat jij denkt als ding voor mij. Want die zuip ik natuurlijk in een minuut allemaal leeg. De vraag is alleen wel, ik heb ook wat bekers verzameld. NOS-bekers en Nationale aan de Slagdag. En natuurlijk ook de Pound One of All, joh, hè, beker. Maar het is gewoon uit het vuistje, hè? Ja, maar moet het per se uit de fles of mag ik het ook in Nee, kom op, uit de fles. Zodat we het allemaal ook goed kunnen horen hoe jij aan het lurken bent aan dat ding. Hek hier al die mooie dingen neergezet. Hey, je hebt 1 minuut de tijd. Ja. Ben je er klaar voor, Joey? Ja, ik ben er wel klaar. Dan gaat jouw minuut. Oh, wacht. Ik haal even het etiket eraf, want dat glijdt. Ja, dat glijdt. Oké, dat glijdt. Ik hou niet zo van. Hier word je echt misselijk van, hè? Dat weet je. Nou, ik zal je vertellen, dat heb ik je net niet verteld, maar ik was toen ik hierheen kwam al een beetje misselijk. Uh-oh. 2 keer tortellini op, met een hoop ellende erin vandaag. Dus, maar goed, etiket is eraf. Oké. Okay. Bouke houdt hier de microfoon voor mij vast, want daar had je natuurlijk niet over nagedacht. Nee. Maar dan mag je kan toch ook gewoon met 1 hand doen? Hé, maar jij gaat zo meteen dus ook drinken. Ja. Ik wil eerst weten hoeveel jij drinkt in 1 minuut. Dus laat ook gewoon, als je niet meer kan, als je echt klaar bent, laat het dan staan, hè? Nou, wat denk je zelf? Ben je er klaar voor, Joey? Ja, wel prima. Komt-ie. 3, 2, 1. Je minuut gaat nu in. Dit lurkt wel hard door, hoor. Godverdomme. Hou iets vol, Jochie! Het is jammer dat we er geen beeld bij hebben. Ik kan niet zien hoe ver die is, maar aan het geluid te horen. Ben je al halverwege? Ja, eroverheen. Oh, dit gaat helemaal fout zo. Ik moet dit ook nog gaan doen. Ben je nog niet misselijk? Wat denk je zelf? Je hebt nog 30 seconden. Je hebt nog 30 seconden. Even doortanken. Oh, ik hoop zo dat het moment zo meteen komt dat het er in één keer allemaal uit komt zetten. Yes. Mm. Heb je een flesje al leeg, Joe? Ja hoor. Ben je al flesje 2 bezig? Zit ze volgende keer even in de koelkast en is ze koud. Ik heb ze te laat in de koelkast. Maar ben je al bij flesje 2? Mm. Oh. Bijna klaar.
Ja, stop maar, Joey. Klaar. Oh. Dit was met een momentje, hoor. Man. We zitten er midden in, Joey. Er hangt versus een beetje Jokie aan mijn kin. Wacht even. Oh, Jokie aan je kin? Ben je niet misselijk? Nou, dit voelt niet lekker, kan ik je vertellen. Oh, oké. Okay, maar ik heb net in één minuut meer dan een liter. Gadverdamme, misselijk. Hoeveel is het? Pak nou een moment. Douw gewoon die vinger in de keel en gooi het eruit. Ja, gaan we doen? Doe maar. Oh, ik weet niet of dat lukt, maar... Tuurlijk wel. Het komt er niet uit. Even doorzetten. Ja, even heel diep. Jij eerst zo meteen. Ik vond het een geslaagde eerste helft. Joey versus Wijnand. Ja, Joey versus Wijnand. En even, Joey, hoeveel heb je precies gedronken? Het is... Er zit 960 milliliter in zo'n vies ding. Ja? Op volgende keer toch een echt merk, joh. En er is nog een heel klein druppeltje over in die ene fles. Dus ik heb toch zeker wel bijna 1,3 liter op, denk ik. Oh, wat klinkt je lekker, Joey. Hey, maar... Ja, jij ook nog zo. Ja, meteen. Ik moet zo meteen ook. Maak je geen zorgen. Vreselijke sadist dat je er bent. Zometeen meer Joey versus Wijnald. Eerst Chef Special, Birds op 3FM. I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would stop. Man. Nou, ik kan je één ding vertellen. Giel Belen gaat hier niet vrolijk van worden mogen, van die lucht hier. Oh. Ik heb dus... Nou goed, dit is niet radiowaardig. Wijnand, jij zat in de keuken. Yo, Joey, hoe is het, jongen? Jij was nog net getuige van wat hier gebeurde. Ja. Je was een beetje misselijk. Er kwam, het was dezelfde kleur en het kwam er ook weer uit, zeg maar. Nee, het valt me tegen van je, Joe. Nou, ik heb toch al meer dan één fles leeg. Ja, ietsje meer. Want ik heb hetgeen wat je nog over had gehouden in de eerste fles... heb ik een beetje gegoten bij de tweede fles. Nou... Dat is net 3-4 millimeter, maar meer is het niet, hoor. Nee. Joey versus Wijnand. Ik heb me niet vaak zo beroerd gevoeld tijdens een radio-uitzending. Even voor de mensen die het echt net hebben ingeschakeld. We hebben een nieuw dingetje. Wijnand wil graag laten zien dat hij beter is dan ik. Joey versus Wijnand. En ik heb net dus in een minuut, sorry, zoveel mogelijk yogi moeten drinken. Nou, ik heb wel meer dan een fles op. Ik klink verrot. Wijnand, jij mag nu ook een minuutje gaan doen. Ja, weet je trouwens hoe ik op dit idee kwam? Nou, nee. Nou, wij deden dat vroeger altijd op het schoolplein. Dan haalden we ook van de hele goedkope flessen. Dus ik ben een beetje getraind. Maar dan dronken wij dat ook altijd. En dan deden we de vingers in de mond. En dan ging ik kotsen. En dan was het kijken wie het vers kwam. Dus velen zei het al. Ach, op de Twitter. Het WK Jokie kotsen. Wij deden dat altijd. Nou goed, ik ben redelijk misselijk. Dus als het misgaat, gaat het mis. Maar ik stel voor dat jij ook... Gaat, Heb je de timer klaarstaan? Zo, man toch. Ja, ik heb de timing klaarstaan. De minuut gaat in 3, 2, 1. Wijnand Speelman in de 3FM keuken. Kijk of hij meer dan die ruime liter die ik heb opgedronken kan wegwerken. Hoe gaat die wijnie? Oh, dit is zo smerig. Ja, jij voelt je zo meteen hetzelfde als ik. Maar de vuilnisbak is groot. Fles 1 is er doorheen. Gadverdamme, jongens. Je hebt nog 20 seconden, Wijnand. Maar de tweede fles is moeilijker. 15 seconden. Ik vrees het ergste. Ik ben al over jou heen, hoor. Ja, ik vrees het ergste. Oh, ik geloof dat ik zo moet kotsen. Ja, denk het ook, ja. Versus Wijnand. Nou, bij mij is het alweer een klein beetje gezakt. Wijnand! Ja. Hoeveel heb je op? Net iets meer dan jij. Ja. Echt waar? Ja, mag ik even het jurylid Bouke even aan de microfoon? Heen. Ja, het klopt. Hij heeft inderdaad iets meer als een fles op. Net iets minder als jij. Minder?
Meer. Hij heeft meer op. Ah. Zal ik dan ook nog even kijken of ik het ook nog, of ik het nog kan? Wat? Of nog meer bij kan? Klotsen? Nee, gadverdamme, Wijnand. Wijnand, gadver. Het is radio, dat kunnen mensen toch niet zien. Dus sloof je nou maar niet zo uit. Nee, gadverdamme. Maar je hebt dus gewonnen. Hé, maar dat betekent wel dat ik volgende week dat ik hem mag verzinnen, toch of niet? Ja, het komt er wel uit. Hé. Ja, jij mag er volgende week. Jij mag verzinnen. Man, wat doen we onszelf aan hier? Ja, denk je niet. Volgende week doen we het met champagne. Doe maar. Joey versus Wijnand. Wijnand heeft hem gewonnen, daar baal ik van. Volgende week even. Wat dacht je van je vrouw als je naast haar kruipt straks? Die krijgt acuut kromme tenen van die zoete lucht. Oh, smerig, oh, man, ja. Man. Heb je geen pijn in je pens dan? Net heel eventjes. Wow. Net heel eventjes. Toen had ik even krampies, maar het valt niet zo goed mee. Het gaat nu weer goed. Meer dan een liter in een minuut. Nou, dat is een hoop. Eventjes voor de administratie, het staat 1-0, dat je het even weet. Ja, maar er was net wel iemand die belde, en dat is wel een feit. Als je het samen doet, dan is het anders, want nu weet je eigenlijk al waar je overheen moet drinken. Nee, maar dat is dus onzin. Mentaal. Dan dat insinueert dus dat je als eerste niet goed genoeg je best doet. Je moet altijd tot de max gaan. Dan maakt het niet uit. Dan kan jij in ieder geval zeggen van ja, prima dat hij er overheen is gegaan, maar ik ben tot de max gegaan. Snap je? Volgende week komt er een nieuwe brief binnen. En dan doen we een nieuwe Joey versus Wijnand.